the dog pile working on this shit here. Check this out. Cause let me keep you safe. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Woof, woof, woof. Who let the dogs out? Woof, 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 woof. Yo, hallo vriendjes en vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn, je weet toch. Dank jullie wel allemaal voor jullie support. Ik voel die dingen, je weet toch. Dat jullie mij volgen, op naar de vlogtop, inshallah. Ik ben in IJsselmonde. Wordt mijn eerste echte woefrit. Je weet toch, ik ben bij dierenkliniek. Dierenziekenhuis, hoe jullie zien, dierenziekenhuis. En IJsselmonde, het is vrijdag 5 maart. Fresh, fresh, kijk achter mij, zo kermis. Je weet toch, als jullie daar zien, is kermis. Daarachter, je weet toch, dat ik niet lig, ben in IJsselmonde. Spinoza weg, voor die shit ook heet. Wat ik jullie wou zeggen, deze vlog is een bekende van mij. Ik wacht tot haar hond heeft onder het mes gelegen. En daarna gaan we. Dit wordt een leuke ritje. Dit wordt anekdootritje. Zij vond dat ik, ze heeft iets gehoord van mij daarnet. Zij vond dat ik het vast moest leggen. Eigenlijk schaam ik mij om te zeggen over mijn eerste keer. Je weet toch, mijn ontmaagding van 60 gulden. Maar ik ga het toch doen. Sorry mevrouw. Je weet toch, dus check mij, like mij, je weet toch, ik knap niet af van mij. Ik ga jullie een real Marokkaan laten zien, echte Marokkaan, van A tot B. Ik ga jullie alles delen, je weet wat ik kan delen. Dus ik wil veel dingen zeggen, ook grappige dingen, maar ik kan niet zomaar dingen over mensen zeggen, weet je. Twee redenen, ik wil niet vloggen met zonder tanden. En ik heb niet genoeg geld, weet je, als ik over iemand anekdote ga zeggen, komen al die broers. En zoveel geld heb ik niet, weet je. Dus als ik geld heb, geloof mij, jullie krijgen veel, veel mooie verhalen. Je weet toch, like mij, abonneer op mij. Ook voor een leuke rit, gun mij. Je weet toch, wat moet ik jullie zeggen? Je weet toch, en jullie neprappers, ik weet veel over jullie als taxichauffeur, ook door collega's. Sowieso, support mij en abonneer, ik ga jullie alles zeggen. Je weet toch, taxivoef, alle hands aan en dek. Kom eraan. Je weet toch, Marokkaan met een baan. Wacht, die vrouw komt zo, neem ik jullie zo mee in mijn auto. Je weet toch, oh ja, ik heb mijn auto gewassen, ik ga jullie laten zien. Je weet toch, en zo droog kan ik ook. Wacht even. Kijk, mijn auto, ik heb hem ook vies geparkeerd, je weet toch. Mensen willen er langs, ik heb per ongeluk op de weg gezet. Je weet toch, maar wacht, niet ophangen, ik kom zo. Woef, alle hands aan en dek. Je weet toch, ratatatata, slatol tata. Le baguette wil kotlet. Dat is alvast eentje die jullie krijgen, woef. Yes, taxi woef hier, rechtstreeks vanuit Rotterdam Zuid. Zoals ik jullie heb gezegd, we zijn Spinoza weg. We hebben die hond opgehaald, ik ben met de lieve vrouw Eva. Dat was Eva en de hondje Izzy. Yes, peace. Geef eens peace, zeg eens hallo Eva. Hallo. Ja, dat is Eva. En Eva heeft net een anekdootje van mij gehoord. En die wou ik graag met jullie delen. Eva, zeg, is vlogwaardig. Dus ik wou die met jullie delen. Mijn eerste keer dat ik de liefde heb gevonden voor 60 gulden. Sorry mensen, ik ben niet perfect. Ik ben vanaf vroeg, was ik zeg maar crimineel en seksueel actief. Vooral het laatste. Maar in ieder geval, ik wou jullie zeggen, mijn eerste keer. Ik heb er al iets van gezegd. Ik heb een vlogje, heet Corona Stiekem Party. Daar heb ik iets gezegd over mijn eerste keer ontmaagding. Maar dat was eigenlijk niet de eerste keer, dat was de tweede keer. Maar in ieder geval, ik ga jullie de waarheid vertellen. Ik ga jullie de waarheid vertellen. Ik was in de eerste klas, 12, 13 jaar. Ik weet nog dat het de eerste klas is, want je moet je jassen in de klas buiten ophangen. En daar heb ik portemonnee gestolen van een klasgenootje, Martin. Martin, als je dit ziet, ik betaal jou terug, dubbel en dwars. Ik heb een portemonnee gepikt. Dat is de eerste. Er zat 10 gulden in. Ja, niet op die microfoon houden. Er zat 10 gulden in. En een bibliotheekpas. En hoor goed, door die groene bibliotheekpas ben ik ontmaagd. Ik ging naar de bibliotheek. Ik heb 2 wereldatlassen gehuurd. Van die dikke, nog dikker dan de Bijbel. Hou goed die camera, hou goed. Dus 2 wereldatlassen gehuurd. Heb ik die verkocht. Bij plaatboef of grote handel. Ik weet niet waar ik die heb gekocht. 50 gulden gekregen, plus de tientje erbij. Is net genoeg voor privéhuis in de Rogussenstraat. Eerste keer mocht ik niet naar binnen van die madame. Tweede keer ging ik het weer proberen, mocht ik naar binnen. Ben ik een Colombiaanse uitgekozen. Dus mijn eerste ervaring was gelijk met de Colombiaan. Kun je er een beetje omschrijven? Weet je nog hoe ze eruit zag? Vol. En dat bedoel ik ook echt vol. Je hebt toch een liter pak melk, maar je hebt toch ook 1,5 liter? Die. 1,5 liter pak melk, 80 kilo, 20 was alleen borsten. Ze leek een beetje op die lavashkiri, op die rode koe, die op de lavashkiri. Ik weet niet of je dat kent, die kaas, Franse kaas, lavashkiri. In ieder geval, je hebt ook kleine, ik ga je omschrijven.
ga jullie goed omschrijven, lieve mensen. Je hebt een kleine Coca-Cola flesje. En je hebt die hele grote, die van 2 liter. Zoiets. En ja, zij moest alleen lachen. Dus ja, dat vond ik wel interessant. Weet je, om vlogmateriaal deze met jullie te delen. Oh ja, en ik mocht 2 keer klaarkomen. Maar dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, wat ik jullie wou zeggen. Het is mijn Colombiaanse, ik weet niet meer waar ze vandaan komen. Ik ken alleen Colombia en dat ze ging lachen. Superleuke vrouw. Ik heb haar ook onthouden. Die gezicht gewoon heb ik onthouden. En dit was in de eerste. In 92. Dus dit was 94, 95. Ja. Ik weet, je hoort met Pokémon te spelen op die leeftijd. Maar, ben je nog wel eens teruggegaan? Naar die hoerhuis of ja, naar die vrouw? Naar die vrouw? Nee, nooit. Wel naar die hoerhuis. Maar ik heb nooit naar haar gevraagd. En waar zat dat hoerhuis dan? Precies, bij Rogussenstraat. Bij de hoek tussen 2 bruggen. Pieter de Hoogbrug en Lage Erfbrug. En daartussen. Oké, en bestaat niet meer? Naast de hotelbaan. Oké. Okay. Nee, bestaat niet meer. Bestaat niet meer. 60 gulden. En hoe lang duurde het dan? Ik denk een minuutje of 15, 20. Zonder kleren aan, met kleren aantrekken. Ja, ik mocht 2 keer. Dus dat vond ik wel leuk. En ik herinner me dat zij alleen ging lachen. Zij moest alleen lachen. Heb je je sokken aangedaan of uitgedaan? Mijn sokken, dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer of mijn sokken. Maar in ieder geval, ja, lieve mensen, jullie kunnen wel lachen. Maar dit is gewoon. Is gewoon normaal. Heb ik spijt? Zeker niet. Want. Je kan beter hoeren lopen als je klein bent dan als je volwassen bent. Dat is wat ik denk, tenminste. Dat heb ik gehad. Sommige dingen kun je beter doen als je klein bent. Kattenkwaad. Eigenlijk noemen ze dit kuttenkwaad, maar maakt niet uit. Dit is kattenkwaad. In Rotterdam-West. Snap je wat ik bedoel? En dat is. Ja, ze wou nog wat vragen. Wou je nog wat vragen? Ja, volgens mij heb je wel een heel goed verhaal verteld. Ja, maar als je klein bent, kijk, je gaat naar de hoeren. Je bent klein, is gewoon leuk. Maar als ik soms zag. Je wil niet als volwassen vent naar de hoeren. Dat. Maar sommige mensen is andersom. Die hebben wat gemist in hun jeugd. En dan doen ze die dingen als ze volwassen zijn. Maar ik niet. Ja, mensen of mannen. En ik heb het vaak gedaan natuurlijk. Toen ik jong was. Kijk, ik heb niet hoeren gelopen. Ik heb hoeren gerend. Echt waar. Zo vaak ben ik geweest. Maar later is niks. Maar ik heb leuke dingen gedaan. Kattenkwaad dingen toen ik klein was. Maar nu ben ik ouder, wijzer. En dat wou ik gewoon met jullie delen. Taxi woef. Kijk waar ik ben. Yo, daar ben ik even. Wacht, ik neem jullie mee naar Rogussenstraat. Naar die Hoeren Osso. Je weet toch, Taxi Woef. Ga jullie laten zien waar ik bedoelde. Mijn eerste keer, 94. Je weet toch. Wacht even. Ah, wacht even. Hotel Bana Marokkaan. Je weet toch, Taxi Woef, de eerste keer. Hier. Je weet toch. Rogussenstraat. Hotel Baan. Is er nog steeds? Ah, hier was die, dames en heren. Rogussenstraat, je weet toch, ik ben piraat, want je weet toch, alles gebeurt in Rogussenstraat, je weet toch. Kom maar aan, Taxi Woef, Hotel Baan, kijk, Hotel Baan is er nog steeds. Hotel Baan, en daar was 2 deuren, je weet toch, was van deze Marokkaan. Right now, Taxi Woef, kijk, dit bedoel ik, Rogussenstraat, kijk, tussen de brug, Lage Erfbrug, en die andere brug. Oh, Taxi Woef. Weet toch, volg mij, lijkt mij of kom het van mij. Weet toch, Taxi Woef. Alle hands aan en dek. Kom maar aan. Woef. Bien qu'on pense à plus tard, chez moi tous les chemins mènent au j'tard. Tu veux que je fasse quoi? À part brûler le cellophane. J'en place une pour tous nos fans. Sans vous, c'est la fin. Je fume des bédos tard. Et je le prends ça le matin. Ma chérie, j'ai rien à la gare. Motherfucker, woof, motherfucker.